Lang geleden. Kom, steen, papier, schaar. De verliezer. Ja? Je moet iets heel ergs doen. Wat dan? Okay, kom op. Nee, nee, ik wil eerst weten wat. Een hondenkoekje eten. Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, ik ben net wakker. Net lekker aangekleed, alleen nog haar doen. En ik ga dan even koffie drinken en mijn laptop pakken. Oh, die neem ik wel af en toe zo'n avond mee. Ik ga nog steeds nog een beetje YouTube te kijken en zo. Dit en dat. Dus dan ga ik nu even lekker naar beneden. Ga ik even alles op. Ga ik dingen doen op mijn computer. En koffie zetten, ook nog. Dus ja, let's go. Dat gaan we later allemaal doen. Dus ja, let's go. Geloof ik, geloof en ik geloof en ik geloof. Ja, jou en mij. Want ik geloof. Maar ik ben even lekker aan het relaxen en even met mijn video bezig geweest. Ik ga denk nogmaals lekker bak koffie dit zetten. Net ook al gedaan. Maar het is net opgegaan, dus ga ik het even weer nieuw maken. En ik heb mijn haar in de start gedaan. Dus ja, even lekker beginnen. En dan ga ik het klaarmaken van het werk. Dus gaat allemaal even lekker dingen doen. En mensen die nog niet weten, Hans staat weer in de krant. Ik ga vandaag weer AD kopen, maar dit is de eerste. Dit is de eerste. Ja, ja. De eerste die is gekomen. Dit is het bijzonderste, vind ik. En dan ga ik de andere ook nog kopen. Dus twee kranten totaal. Deze ga ik dan op de kamer ergens ophangen. En de andere ga ik ook eruit halen. Want ik wil sowieso die krant hebben. Ik ben benieuwd, ik vind het wel leuk om te zien dat hij gewoon in de krant staat. Maar dan ga ik dat allemaal dingen doen. En weer koffie zetten, dus let's go. Nou, ik ben thuis gekomen, maar ik had verteld dat Hans in de AD staat. Maar hier bij mij zat hij niet in. Maar ik geloof bij Hans dat hij sowieso erin staat. Dus wat is dit? Is er nou gewoon een stuk van de krant weg? Of... geen idee. Hij zegt pagina 5, heb ik gekeken, maar... oh, juist. Die... zit... er... niet... in. Dat is het. Groene hart zit er niet tussen, hierin. Dus ik heb de verkeerde kant gekocht. Heel slim van mij. Maar... dan ga ik zo meteen mijn nieuwe krant kopen waar hij in staat. Dus, ja, dan is dit. Ik weet niet wat ik daarmee moet wegflikkeren. Dat doe ik maar. Ik heb ook een verkeerde krant gekocht. Dat is lekker slim van mij. Want hij zag ik niet bij Albert Heijn trouwens. Ik had bij Albert Heijn bij Centrummarkt gekocht. Maar daar zag ik hem niet staan. Dat was alleen die krant die ik nu heb gekocht. Dus ik moet eigenlijk, ga ik gewoon, als ik richting Hans weer ga, ik ga vandaag weer richting Hans. Ga ik even naar de Jumbo. Ik denk dat ze daar sowieso hebben. Dan ga ik daar kijken of ze die erin staat. Ik ga eerst kijken of, nou, dat die erin staat, ja of nee. Dus maar dan ga ik nu even lekker dadelijk even eten. Ik weet niet waar mijn vader is. Mijn vader is nu weg, maar waar die is weet ik niet. Maar maak het uit. Dus ik ga lekker muziek luisteren. Even lekker op mijn computer zitten. Doe dat even. Ik heb de hele nacht ervoor in mijn mond. Nee. Kijk dit. Kijk die beest zo. Bijna. Vind je het lekker, jongen? Vind je het lekker? Nou, ik ben lekker nu aan het eten. Lekker spinazie met eigenlijk bamislierten en... wat is het eigenlijk voor vlees? Ik
mag niet gezegd. Geen schnitzel. Geen, oh, schnitzel. Ja. Wiener, wiener, schnitzel. Ken je dat liedje? Wiener, wiener, schnitzel. Ken je die? Ja, ken je die niet? Nee? Ik ken jullie niet, voor de mensen die het ook niet kennen. Hier kwam een klein stuk liedje. Ja, maar dan ga ik dus lekker even eten en daarna richting Hans en wacht op Nadine. Maar eerst ga ik nog even lekker een pizza doen, want ik had half acht had ik afgesproken. Nou, ik denk dat ik wel daarna hier gelijk weg moet. Dan ga ik even lekker eten. Spinazie met schnitzel. Wiener, wiener, schnitzel. Oké, dan ga ik dus eten. En ja, dat dus. Oh ja, ik had trouwens de AD had ik verkeerde kant gekocht. Dus ik ga dadelijk even bij Jumbo of Plus een van de twee kijken of waar. Ga ik dan even die nieuwe andere kant halen. Dus, oh ja, zo. Zo. Jasper Sillissen, althans volgens de website van de UEFA. Want die plaatsen een foto van de doelman van Barcelona met de naam op Tim Krul. Ik zag Sillissen doen bij Barcelona. Dat hele grote buis. Nee. Gisteren doen bij Barcelona. Nee, volgens mij niet. Ik heb niet eens op gelet. Volgens mij niet, nee. Dus maar dan ga ik even lekker eten. Nou, ik ben nu richting Hans. Maar ik had eigenlijk met Nadine afgesproken ermee, maar die is onderuit gegaan met haar knie. Als ik terugkijkt, ik wens je heel veel sterkte met je daarmee. Want ja, de pijn is er normaal niet leuk natuurlijk. Dus... Hé, hey, wat ga je doen? Oh, daar verderop zijn allemaal mensen daar. Maar ja. Dus daarna ga ik nou richting Hans. En als het goed is, niemand anders hoor, maar... Nou, maar het maakt niet uit wie het is, eigenlijk nou. Dus maar dan ga ik er onderweg. Dus gaan we dat bij hem lekker relaxen. Misschien ga ik kunnen we lekker lachen weer zoals gisteren. Ik ging helemaal stuk gisteren. Niet normaal. Maar ik wou AD kan trouwens kopen. De Algemeen Dagblad. Bij de Jumbo was ik net geweest. Helemaal uitverkocht. Ik ging eigenlijk dacht ik ga weer nog een keer naar je Albert Heijn. Ook uitverkocht. Dat dacht ik al, algemeen. Dus Hans had gelijk. Hij zei al, hij had gewoon me gebeld. Hij zei, ja, er zijn twee dagbladen. Twee AD's. Algemeen Dagblad en Groene Hart. Ik dacht, nou, het is allebei gewoon één krant. Weet je, aan kon ik auto aan, dus ik blijf op deze toep lopen. Maar er waren twee kranten. Dus dat wist ik helemaal niet. Dat gewoon twee kranten waren. Dus. Maar dan ga ik nou even lekker richting Hans toe. Dus let's go. Oké, even een weddenschapje met Sander. Kom op. Wacht. Dat is lang geleden, Kom, steen, papier, schaar. De verliezer. Ja? Je moet iets heel ergs doen. Wat dan? Okay, kom op. Nee, nee, ik wil eerst weten wat. Een hondenkoekje eten. Oké, kom op. Heb je één dan? Ja. Oké, kom op. Wacht. Oké, ja? Ja? Steen, papier, schaar. Nee, één keer. Ja, vriend. Wat vriend? Was erg? Matties! Brothers! Wat vriend! Dat brothers erg. Van life, man. Sowieso. Daarom, wat nou vriend? Okay. Wat nou vriend? Dames en heren, hier het hondenkoekie. Die Sander op gaat eten. Nou ja, ik weet niet of hij dat lekker gaat vinden, maar dat zien we dan. Half is ook goed. Hup, eten jongen. Alles wat ik jullie. Onze lekkerste vissticks ooit. Nou, ik heb nog cola, dus ja. Smaakt gewoon droog, heel erg droog. Ja. Lekker hè? Ja. Tering.
Is het echt hondenkoek? Ja, weet ik maak het niet uit, dan heb ik wel raak gegeten. Keer op mijn werk, want ik weet een hele leuke paal. Op mijn werk. Zeg, ze komt een collega naar me toe gelopen. Zeg, ja, ben je een pepernoot? Ah, ik zeg, ja, best. Echt? Begonnen ze ineens zo te lachen, weet je toch? Waarom lachen ze nou? Zeg, ze weet je wel wat het is? Het is hondenkoek. Nee, meen je dat? Ze zeggen, echt zo? Zeg, ja. Dan ging je iemand anders. Ik denk dat jullie die ook alvast kennen, Marco. Die zeggen gewoon, ja, geef mij ook maar eentje. Die is wel even gek als mij. Die Marco is even gek als mij. Maar dat was wel leuk. Maar lekker hondenkoekie? Gewoon lekkerder. Lieve chocoladekoekie gehad. Ja, hebben we ook wel hoor. Ja, dan een jodenkoek zeker. Hé, hey, niks tegen jou, Droek, hè? Nee, ik heb niks tegen, maar zo heet die toevallig. Dus ja, ja, als het zo heet, ja, kan ik zien. Ja, dat is. Nou, ik ben nou recht in huis, ik ben gewoon echt dood verrot. Ineens ben ik helemaal dood verrot. Normaal ben ik, ik daar al, kan ik best lang zitten. Maar deze keer kan ik niet echt lang zitten, want het is al 10:30 geweest. Maar wat het is, weet ik ook niet. Ineens dat ik ineens dood vooral ben. Normaal heb ik dat nooit, wat ik al zei. Maar het gaat telkens minder worden met het snelvieren. Daar nog een paar plekjes. En volgens mij daar nog verderop ligt er nog ijs ook nog. Ja. Zo, maar vandaag is echt de temperatuur de laatste tijd. Is zo apart. Eerst warm, dan koud, dan warm en koud. Wat ik altijd al een keer gezegd in toen de zon scheen, dan wordt het niet meer koud. Maar een week daarna kwam ineens zo sneeuw. Ik zie dat ze daar bezig zijn met iets, maar we weten niet voor wat. Gewoon even recht leggen. Ik ga even flauw idee. Maar zo apart dat het gewoon weer op en neer zo gaat, om zo te zeggen. Zo apart eigenlijk. Maar ja. Ja, ik had het nog een paar dagen geleden nog hier nog shots van gemaakt van de sneeuw. Moet je nu kijken. Dat is toch bizar. Dat gewoon temperatuur een beetje apart bezig is. Nou, binnenkort denk ik gewoon dat we zo het lekker weer krijgen. Alleen maar hopelijk. Want nu is de laatste tijd is het nu al lekker weer. Vind ik. Dus maar dan ga ik lekker richting huis. Ik ga eigenlijk joh. Oké. Fuck. Ga geluid. Maar dan ga ik richting huis. Beetje eng eigenlijk. Dit vind ik altijd een beetje op. Dan wil ik altijd snel weg. Hoor ik graag geluid, maar ik weet niet waar het vandaan komt. Als ik weet wat het is, ben ik minder eng om zo te zeggen. Niet echt eng, hoe kan ik het zeggen? Ja, eigenlijk om zo te zeggen, heel wel snel mogelijk krijg als ik niet weet wat het is. Dus maar richting huis, maar let's go. Nou, ik ben dan lekker thuis gekomen en ik zat lekker even lekker op tv te kijken naar beneden. En dan had ik tv gekeken van Smaakpolitie, ik weet niet hoe jullie dat vast kunnen. Maar dat zou ik ineens denken, dat waren dingen al over de datum. Maar het ziet er niet uit, maar waren dingen over de datum. En dan gelijk, ik had ooit... Wel iets, dat had ik melk. Had ik aan melk gevraagd? Nou, oké. Okay. Keer ik die, ik zat er nog een slokje. Het smaakt zo raar. Nou, ik dacht, weet je, nog een slokje. Ik dacht, nou, dat is gewoon echt niet goed. Ik gaf aan mijn vader, gaf ik die drinken. Pap, voor mij is deze melk niet goed. Ja, zei hij, ja, inderdaad. Nee, dat was eerst zo van... ik proef het niet hoor. Nee, nog een keer. En toen dacht ik, nou, ik geef even. Lier ging mijn broertje even proeven. Mijn moeder heb ook nog even geproefd. Nee, dit is niet goed. Nou, dat had ik gemeld. Dus. Toen kreeg ik ook gewoon een keer de bedorven melk gewoon. Dus.
Mijn haar zit echt niet goed. Echt niet uit, maar boeien. Maar ik ga toch slapen, dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blauw duimpje omhoog. En laat natuurlijk ook hier beneden positief al je reacties achter. En dan ben ik benieuwd, heb jij ooit iets gehad? Ook dat je iets bedorven gekregen hebt? Laat even weten hier beneden in de comments. Al heb je dat gehad. En dan zeg ik alvast veel kijkers in een nieuwe vlog om 6 uur. En dan zeg ik... Later.